Jullie hebben vandaag bekendgemaakt dat de gemeente en de veiligheidsregio per direct het beheer van Fort Oranje overnemen. Wat betekent dat voor de bewoners op de camping op dit moment? Dat betekent voor de bewoners dat ze er voorlopig kunnen blijven. De heer Engel had aangekondigd dat hij 3 juli de camping zou sluiten om 12 uur. Gas, water en licht zou afsluiten. Dat zou betekenen dat de bewoners op straat zouden staan. En dat gaat nu dus niet gebeuren. Hoe lang mogen die bewoners dan nu wel nog blijven? Nou, we hebben een jaar genomen om, en dat hadden we ook al bij onze vooraankondiging aangegeven. Maar nu is even de situatie wat anders, maar wij nemen een jaar om naar goede oplossingen te zoeken. Maar jullie geven nu eigenlijk aan dat jullie van de camping gaan proberen een normale camping te maken met betere veiligheidsvoorzieningen. Dan zou ik me ook zomaar kunnen voorstellen dat na dat jaar die camping functioneert als een normale camping of een normaal recreatiepark en sluiting niet meer per se nodig is. Ja, daar wil ik helemaal nog niet op vooruit lopen. Als je naar de situatie nu kijkt, dan lijkt het me wel een beetje een utopie om hier nog een mooie realistische camping jullie nemen het te maken. Jullie nemen het beheer over. Blijft natuurlijk wel het feit dat de Engel blijft natuurlijk wel de eigenaar van eigen is. Wat van, als hij bedenkt, ik wil er op korte termijn iets anders doen met die grond dan een camping? Ja, het klopt dat hij eigenaar is, maar het beheer zit bij ons en dat blijft zo. Dus als hij zegt, ik ga alles platgooien over een paar weken, dan heeft hij een probleem? Heeft hij echt een probleem. Wij zijn het beheer en wij gaan erover. Overigens worden we daarin gesteund door de veiligheidsregio en zij doen ook de uitvoering van het beheer. Hoeveel geld gaat dit nu kosten? Want er is een bedrag genoemd een tijdje geleden wat dat jaar zou kosten en het herhuisvesten van alle bewoners. Maar op het moment dat je een jaar lang het beheer over zou nemen, kan ik me voorstellen dat die kosten flink omhoog gaan. Ja, dat bedrag wat de eter in is gekomen, dat is een soort bedrag, dat herken ik niet. Dus dat laten we maar even rusten. En wat het gaat kosten, daar kan ik op dit moment niets over zeggen. Of voor ons is het op dit moment het allerbelangrijkste dat we de zorg voor die mensen voor onze rekening kunnen nemen. Wat gaan de bewoners nou concreet merken per vandaag? Ja, dat zal wel. Er gaat gewoon echt iets veranderen. Er zal een strenger regime komen op de camping. Voorlopig worden voorzieningen gesloten. Maar in samenspraak met de bewoners gaan we kijken of we toch nog bepaalde voorzieningen toch weer open kunnen doen. Maar dat zal op termijn zijn. Op dit moment gaan we het beheer naar ons toe trekken. En dat betekent ook het beheer van de voorzieningen.